was mijn moeder. Mijn moeder was daar wel heel erg. Want dan zei ze, dat zijn antisemietenkwekers. Dus als ze te veel Joden bij elkaar zag, zegt ze, je moet uitkijken, dat zijn antisemietenkwekers. Ik ga heel graag naar de markt. Ik ben elke zaterdag op de markt, vind ik enig. Ik ken iedereen daar, blijf uren weg. Maar dan heb ik iets wat verrot is of zo, dan kom ik thuis. Dan zal ik nooit teruggaan. Want dan, dat zegt mijn moeder, dat heb ik van mijn moeder. Dan slecht ze, voor het imago van de Joden, als jij dan teruggaat. Ja, dan zegt ze, zie wel, ze hebben altijd wat. Dus je moet ook weer niet opvallen. En ik ging ook, omdat het hier 30 was, ging ik ook op hockey. En daar was een ballotagecommissie. En mijn moeder die belde meteen op. We zijn één keer in ons leven geballoteerd, nooit meer. Of mijn dochter gaat hockeyen of niet. Goedemiddag. Nou, ik werd natuurlijk meteen aangenomen, maar dat deed zij.